Rob Almering, sinds 1 mei van dit jaar directeur van FC Den Bosch. Voordat we dadelijk wat verder gaan praten, wie is uiteindelijk Rob Almering? Ja, Rob Almering is geboren in Amsterdam. Als kind uit een ondernemersgezin. Leren voetballen op straten en pleintjes. Dat al met heel veel plezier gedaan. Zodoende ook in het voetbal zelf terechtgekomen. Maar het voetballen op pleintjes was best lastig, omdat mijn vader dan die zaak had. En als er een keer een auto beschadigd was, dan liepen de eigenaren van de auto's weer bij mijn vader naar binnen. En dan was ik in feite weer de gebeten hond. Dat gebeurde vaak. Vond niet erg, ik heb er heel veel plezier aan gehad. Uiteindelijk voor het werk in het zuiden beland. Met mijn vrouw en kinderen. Twee dochters. Nu nog wonend weer in Amsterdam. Gestudeerd. En één dochter ook werkzaam meer in sportgerelateerde zaken. En mijn vrouw is werkzaam werkt in Eindhoven. Voor ABN AMRO ben ik destijds naar het zuiden verhuisd. Verantwoordelijk geweest hier voor Zuid-Nederland. Dat altijd met heel veel plezier gedaan. Ook binnen ABN AMRO heel veel sportgerelateerde activiteiten gedaan. Zo heb ik de sporttest gedaan. Ik heb ook de topvoetballers begeleid op het financiële vlak. Ik heb sportsponsoring gedaan. Ik heb Ajax destijds in mijn portefeuille gehad. Hockey sponsoring in mijn portefeuille gehad. Ik heb de topsportcommunity, althans, daar heb ik in het bestuur gezeten samen met Pieter van Hogeband. Ja, met de kruispartij tussen bedrijfsleven en topsport. Juist in dialoog, wat kunnen we leren van elkaar. En de sport heeft altijd wel een plekje gehad van, ik wil altijd nog een keer in de sport actief zijn zelf. Niet als voetballer, want dat kan ik al lang niet meer. Daar ben ik iets te oud voor te horen. Ik had ooit het idee dat ik dat dan wel kon, maar dat is wel heel ver terug. Ik heb overigens, dus wel aardig, met een vriendenteam heb ik 20 jaar lang elke maandagavond buiten in een park gevoetbald. 20 jaar lang, hebben we ook nog het parool meegehaald, omdat we dat zo lang deden. Helaas kan het niet meer. Ik heb de zaal ook nog gedaan, maar tot de plofbal geïntroduceerd werd, dan nam de aantrekkelijkheid een beetje af. Want iedereen kon op een gegeven moment een bal doodleggen. Ik heb altijd de ambitie gehad in de sport, wat ik zei, actief te zijn. Ik heb in 2018 het Sport Leadership Program op Nijrode gevolgd. Daar ook een aantal collega voetbaldirecteuren ontmoet, maar ook sporters. En de ambitie voor voetbal is altijd gebleven omdat ik zelf het spelletje heb gedaan. Dat maakt het altijd zo leuk. Ik heb afgelopen jaar veel gesproken in de voetbal. Men kwam wel tot het idee van Rob, zou je wel de voetbal ingaan? Want het is natuurlijk een lastige branche. Het is volatiel, kort cyclisch, misschien een beetje conservatief. Maar het houdt me niet van om juist heel graag in het voetbal werkzaam te willen zijn. Het is gewoon een van de mooiste sporten die er is. En een ander belangrijk aspect voor sport voor mij, de keuze, is ook dat sport heel nadrukkelijk verbindt. En ook iets kan als platform iets kan doen in maatschappelijke zin. En nog veel meer zou moeten doen, ook als ik kijk naar FC Den Bosch of andere clubs hier in de stad. Ja, want is daar onder andere heel veel winst te halen, het sociaal-maatschappelijke vlak? Ja, daar is denk ik heel veel winst te halen. Als je kijkt naar op het gebied van sportparticipatie, als je kijkt naar de afgelopen jaren, sportparticipatie is niet echt toegenomen. We zien nu wel in de huidige coronatijd dat wel gebeurt. Maar die stimulatie daartoe om meer kinderen bijvoorbeeld aan sporten te krijgen, ja, is natuurlijk een heel mooi streven. Maar sinds ook op andere gebieden kun je natuurlijk heel veel leuke trajecten doen, met name vanuit de sportgestad. Dat maakt het wel, en dan is sport altijd heel makkelijk om de spelers in te zetten voor een aantal activiteiten. Want ja, die staan toch op de een of andere manier heel makkelijk in verbinding met andere onderdelen binnen onze samenleving. En uiteindelijk hoeft dat niet clubgebonden te zijn, maar kun je daarin heel makkelijk samenwerken? Ja, ik denk dat het zeker niet clubgebonden is. Ik denk dat je vanuit Den Bosch moet kijken naar de diverse. We hebben een aantal mooie topsportclubs hier in Den Bosch. Als het nou over de rugby gaat, of over de flikflap gaat, of het over de hockey gaat, maar over het voetbal. En niet vergeten het basketbal. Ik denk dat we een heel krachtig topsportplatform in Den Bosch hebben, om dat ook met elkaar te kunnen bewerkstelligen. En zeker ook op het gebied van maatschappelijke activiteiten. Hoe is uiteindelijk voor jou die link met FC Den Bosch gelegd? Nou, wat ik al zei, ik ben natuurlijk in 2018-19 veelvuldig in gesprek geweest, ook met mensen vanuit de voetbalsector. Ook aangegeven hoe ik daar zelf tegenaan kijk, waar mijn interesses ook liggen. En ik denk dat op die manier ook een balletje is gaan rollen bij dezegene. Ik bedoel, als men je niet kent, zal je ook niet daarvoor worden benaderd. Jan Heen heeft mij benaderd, ik kreeg een telefoontje of ik interesse had, polste mij om een keer te komen praten. Vervolgens is het balletje verder gaan rollen. En uiteindelijk ben ik per 1 mei hier gestart. In misschien wel de moeilijkste periode van de betaald voetballerij. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Een periode die we nooit eerder hebben gekend met elkaar. Hoe is het in feite mogelijk dat je in een stadion staat en een voetbal speelt zonder publiek? Ja, in een oefenpotje is dat heel goed denkbaar. Eigenlijk spelen we nu de competitie in een soort oefenpotje.
potje constructie. Dat is heel jammer, met nul beleving. En dat is ook het aparte hier toen ik op 1 mei begon. En tot op heden. Ik heb heel even mogen ruigen aan een wedstrijd met een beetje publiek. Maar inmiddels zitten we weer naar wedstrijden kijken zonder publiek. En dat is voor die sponsoren natuurlijk verschrikkelijk. Tegelijkertijd ligt daar ook voor voetbalclubs, voor ons in het bijzonder ook, maar ook andere voetbalclubs, enorme uitdaging. Want hoe hou je die binding? De fysieke ontmoetingsplek is weg. Want hier ontmoet je elkaar, dan drink je een biertje met elkaar, kijk je het spelletje in afloop, heb je even een praatje met elkaar. Ja, dat is allemaal weg in één keer. Die vrijdagavond, die wil je altijd afsluiten graag hier in het stadion. Ja, dat mis je nu. Dus de vraag is, hoe kan je dat op andere manieren met elkaar gaan bewerkstelligen? Daar waar in andere sectoren dat al gebeurde, omdat die fysieke ontmoetingsplek wegviel. Ja, hebben wij wel de uitdaging met elkaar om te kijken hoe kunnen we de contacten met sponsoren en met die supporters op een goede wijze blijven onderhouden. En daar ligt echt een grote uitdaging voor de voetbalclubs. Ik heb je leren kennen als iemand die denkt in kansen en uitdagingen. Ja. Is dat dan ook waar je nu mee bezighoudt? De binding met die supporters, met die sponsoren? Dat onder andere. Maar wat in eerste instantie belangrijk was om te kijken hoe wij ook het vorig jaar konden afsluiten. Hoe ik Den Bosch ook heb aangetroffen, was natuurlijk een club die in ieder geval op financieel gebied enorm aan het vechten was om dingen ook voor elkaar te krijgen. En dat is denk ik ook bewonderenswaardig goed gelukt, vind ik. Een petje af wat de mensen in dat opzicht hebben gedaan. Maar dat betekent wel dat je met elkaar een nieuwe voedingsbodem moet leggen richting de toekomst. Dus ja, de robuuste financiële organisatie en een robuuste organisatie, dat moet eigenlijk het fundament worden waar je op gaat bouwen. En daar horen de sponsoren en supporters bij. En ik denk dat we nog veel meer moeten doen dan we nu doen. Om te kijken hoe we die contacten met elkaar kunnen versterken. Daar zullen we echt nog stappen in moeten maken. Ja, wat ik bedoelde bijvoorbeeld met de uitdaging om het even visueel te maken. De keer dat het weer mag en alles volgens alle richtlijnen is toegestaan, droomt Rob Almering van zeg 7000 mensen in de Vliet weer. Om die binding weer. Als we zoveel in kunnen, wel inderdaad. Maar ik hoop inderdaad dat wij een situatie bereiken dat we zeggen, joh, ja, er is geen plekje meer helaas, we zitten vol. Maar goed, dat is bewezen dat dat kan, hè, als je kijkt naar anderhalf jaar terug. En ik hoop op die manier dat we ook weer kunnen bouwen aan de toekomst waar het ook weer zichtbaar wordt. En dat we inderdaad hier een volle Vliet hebben. En ik schat ze in, als iedereen weer mag straks, dan ga ik ervan uit dat we meer dan gemiddeld aantal mensen weer terug hebben in de Vliet bij een mooie wedstrijd. Althans wel. Dat het avondje uit weer terugkomt. Juist. Nou, die vrijdagavond, die doet ertoe. En die vrijdagavond is gewoon voor FC Den Bosch en is voor de visie waarin we spelen. En dat moet weer een soort natuurlijke loop worden van, hey, ik hoef jou niet te vragen wat je gaat doen. Dan zeg je toch, ik weet wat ik ga doen. Ik zit vrijdagavond hier bij FC Den Bosch. Nou, dat moet er weer inkomen. Hoe kijk je als directeur nu naar, en dan bedoel ik niet het spel op het veld, maar wel al die jonge jongens. Kun je daarvan genieten? Ik kan daar enorm van genieten. Ik was afgelopen zaterdag in Kerkrade bij Roda. Ja, en dan heb je toch wel de glimlach van trots na zo'n wedstrijd. Want het gaat niet alleen om dat punt wat je dan binnensleept, hè, door je passie, door je strijdlust, maar ook om het verzorgd voetbal. Als ik kijk wat aan de andere kant Roda er in die specifieke wedstrijd tegenover zette, met een begroting die vele malen hoger ligt dan die van ons. Ja, dan ben ik enorm trots op de jongens die er in het veld staan en een blauw-witte hart van ons verdedigen. Dus dan ga je met een grote glimlach op je gezicht weer terug naar huis. En dan is de afstand Kerkrade-Den Bosch opeens heel klein geworden. Ligt daar dan ook de basis voor de toekomst van FC Den Bosch, de jeugd, de eigen jeugd? Volgens mij is dat in het verleden ook al zo geweest. Hè. Dat is niet geheel nieuw volgens mij. Maar ik heb voor mezelf afgevraagd, wat is nou een verborgen parel, hè, vanuit de club? Als je kijkt, dan denk ik dat de jeugdopleiding is. Als je weet dat in de afgelopen 20 jaar FC Den Bosch 65 voetballers heeft voortgebracht die het betaalde voetbal op verschillende niveaus hebben gespeeld. Dat is een fantastisch mooie historie. En dat hebben ze nog gedaan in een financiële context die niet echt ruim was. En dan hoor je in mijn optiek tot de top van Nederland. Dus die opleiding is echt een verborgen parel. En in het voetbal, dat weten we allemaal, de waarde creëer je op het veld. Dus geef zoveel mogelijk spelers de ruimte om te spelen hier. Zorg wel dat je de ervaring omheen hebt, omdat je die waarde dan nog naar een hoger niveau kunt tillen. Dus mijn ambitie is om die opleiding inderdaad heel belangrijk, nog belangrijker te maken dan die al is. De contacten met de omliggende amateurvereniging nog te versterken. Zorg dat de opleiding ook staat en mensen weten, ja, bij Den Bosch, FC Den Bosch, daar wil ik mijn opleiding volgen. Dat je ook het gevoel hebt, ik krijg hier als jeugdspeler speeltijd. En ik kan vanuit hier ook een springplank voor mezelf creëren naar een volgende stap in het betaalde voetbal. En laatste, en not least,
is dat ook het publiek het gevoel heeft, als je meer spelers vanuit de omgeving hebt, dat er ook een herkenbare groep op het veld staat. Hey, dat is de jongen uit Rosmalen of de jongen uit Vlijmen of Veghel, waar ze ook vandaan komen hier in de omgeving. En dat dan creëer je ook binding met je supporters en je sponsoren. Ja, dat hebben we met een aantal spelers in het verleden gehad. En dat zou echt heel mooi zijn als we die stap weer zouden kunnen maken. En de vraag is, zoals nu hebben we heel veel spelers in de eigen jeugd. Ik denk te veel. Hè. Je zult een gezonde balans tussen ervaring. Die ervaring mag best van buiten afkomen. Om die groep mee op sleeptouw te nemen en zorgen dat ze zich gaan ontwikkelen. Dit jaar in feite, het coronajaar. Ja. Ik heb ook gezegd, bied zoveel mogelijk spelers ook de ruimte om te spelen. Wat is nou mooier dan dat? Deze competitie kan je er echt voor gebruiken. Dan creëer je al meerwaarde na het volgende seizoen weer toe. Tuurlijk, ik wil elke wedstrijd winnen. Dus het puntje in Roda was misschien niet genoeg, maar ik was er heel blij mee. En ik hoop vanavond dat we hier weer eens een keer de 3 punten gaan pakken. Want dat voelt goed en zeker voor de jongens geeft het weer wat vertrouwen extra. Uiteindelijk is dat een mooie uitdaging dus. Identificatie binnen en buiten het veld. Ja. Daar moeten we voor gaan. Herkenbaar. Dus ook het opleidingsclub gebeuren. En dat je ook onderscheidend gaat worden in de keukenkampioendivisie. En hoop je dat je daarmee ook een stap ook weer hoger op ooit op termijn zou kunnen maken. Want dat moet altijd je ambitie blijven. Je liet net zelf de term financiën vallen. Eerder deze week viel er positief nieuws in de regionale media te lezen. Want voor het eerst in jaren een plusje. Dat klopt. Dat is misschien niet geheel verwacht voor een ieder. Maar als we kijken naar het afgelopen seizoen, is er al op heel veel fronten bezuinigd. Dat is heel knap gedaan. Er is sprake van een spelersfonds geweest. Er is sprake van transfervergoedingen geweest. Ja, dat heeft er mee toe geleid dat we onderaan de streep, en niet te vergeten hebben we natuurlijk ook nog de loyaliteit van de sporters en de sponsoren. Want uiteindelijk hebben we 4 wedstrijden moeten missen, thuiswedstrijden. Ja, ervoor gezorgd dat we dat plusje met elkaar maken. En dat is ook hard nodig. Dat is ook goed voor de club. Maar het neemt niet weg dat we nog steeds wel een uitdaging hebben. Nou, die uitdaging heeft ook toegeleid dat het spelersbudget nog meer naar beneden is bijgesteld. Om uiteindelijk voor de lange termijn hier met elkaar een gezonde financiële club ook neer te zetten. Ja. Want die uitdaging ligt dan ook nog in het categorieverhaal bij de KNVB. Ja. Waar je nog steeds in categorie 1 ingedeeld bent. Categorie 1, maar door de hele coronaprikkelen nu is dat bevroren en doorgeschoven naar het komend jaar. Dus je kan ook zeggen, ik heb 1 extra jaar nu om te zorgen dat we de zaken met elkaar voor elkaar krijgen. Om samen te vatten, voldoende uitdagingen binnen en buiten het veld. Voldoende uitdagingen binnen en buiten het veld, maar ook leuke uitdagingen omdat het ook, wat je zei, denk in kansen en vernieuwingen creëren met elkaar. En ook kijken, zoals hier op het veld gaat, dat die jongens ook datgene oppakken wat we willen. En zorgen dat ze gaan groeien en in ieder geval ook een aantal mooie wedstrijden neerzetten. En wat ik gezien heb aan het begin tegen NAC, de Graafschap, Almere City, doen ze tegen de hele grote heel goed. En dat geeft mij en sterkt mij zeker richting, en geeft me vertrouwen, sterkt me richting de toekomst. En ik heb alle vertrouwen in dat we stap voor stap weer op dat niveau terechtkomen waar we met elkaar willen komen. Maar goed, daar hebben we enig geduld met elkaar voor nodig en een realistische tijdshorizon. En dat is, ik weet ook dat is niet altijd gegeven. Ik ben ook supporter en soms is dat geduld altijd even weg op dat moment. Maar goed, dat zullen we wel met elkaar moeten betrachten om echt ook deze club naar de volgende fase te leiden. Veel succes met al die uitdagingen en kansen om ze te realiseren. Dankjewel, heel veel zin in.